Een heel hartelijk welkom. Live vanuit Studio 23 is het weer tijd voor Max. Bij ons aan tafel André Kuipers en Kees Boonman. Ook in de studio Rudy Franks, Martine van Zijl-Langhout en Jim Jansen. De Vlaamse verslaggever Rudy Franks, u hoorde hem zojuist al, reisde tijdens de lockdown ruim 6000 kilometer met zijn camper. Waar hij normaal gesproken verslag doet van oorlogen, gaat hij nu op zoek naar de impact van corona in Europa. Ja. Jij ging met je camper op pad. En normaal ben je oorlogsverslaggever. Ja. Hoe kwam je op dit idee? Goh, ik heb 3 maanden, zoals iedereen, in die lockdown vastgezeten. Ik dacht van, wat is de relevantie dat ik nog kan brengen? Ik kan niet naar oorlogen reizen, ik kan niet de job uitoefenen. Maar wat ons trof nu in Europa, overal, leek een beetje op oorlog. Je hoorde steeds meer mensen oorlogsretoriek gebruiken. Hè. We moeten de strijd voeren, we moeten het aanpakken. Dacht ik, wat kan ik brengen? En ik was zo mensen aan het lezen, historici, die zeiden van, in de geschiedenis zijn er grote veranderingen door oorlog, revolutie en pandemieën. Dit is een pandemie. Laat mij gaan kijken, dacht ik. Wat staat ons te wachten? Hoe verandert het? Ik wou het voor alle duidelijkheid niet hebben in een zoektocht naar mondmaskers en dat soort dingen. Nee, niet het dagelijkse nieuws van de cijfers, maar een beetje verder blikken. Ja. Een beetje de ruimte in gaan, eigenlijk. Ja, een beetje kijken hoe het verder zich ontwikkelt of wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Je gaat dan reizen, je gaat in die camper op pad en dan ga je naar België en je gaat naar Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië. En daar ga je naar specifieke plaatsen. Wat zijn nou 3 plekken, plaatsen, steden waarvan je denkt... Goh. Ja. Ja, nee, ik heb een populistische dokter in Duitsland die het verzet aanwakkert tegen de maatregelen. Ja. Wat eigenlijk een probleem is waar men overal in Europa mee te maken heeft. Van Hij ontkende het gewoon, hè? Hij ontkende het. Die wordt gevolgd door neonazis die daar op die kar springen. Dan denk je van, is dit het moment? Is dit nu gekomen of niet? Terwijl we toch in een tijd leven, dacht ik, dat expertise en experten eigenlijk die mensen zijn waar wij ons naar keren om te weten wat wij moeten doen. Een andere plek vond ik ook wel, en die heeft mij persoonlijk getroffen, omdat het ook nauw bij mijn job aanleunt, is Dachau. Ik had het nog nooit bezocht. Het modelkamp van de nazi's. Ik heb een van de laatste overlevenden die ik eigenlijk virtueel vanuit België kon spreken om naar die barak te brengen waar hij maar onderzoek. Waarom, jij bent koos in je voor Dachau? Ja. Sorry? Waarom koos je om naar Dachau te gaan? Omdat Dachau nu 75 jaar geleden bevrijd was. En die hele bevrijding, dat feest, die herdenking, zeg maar, is niet kunnen doorgaan. En ik hoorde en ik merkte vooral, wat dit virus ook doet, is oude mensen sterven. Dus het geheugen verdwijnt. En wat is nu net de slogan van die kampen? We mogen het niet vergeten. We mogen dit niet vergessen. En dus dat wou ik illustreren, van kijk, we mogen dit niet vergeten. Ik vond het ook een goed tegengewicht tegen die neonazis. De prietpraat, laten we wel wezen, van die neonazis en die antivaxers. Ja. En dan uiteindelijk, wat ik ook zeker wou doen, is Noord-Italië. De plek waar het voor ons in Europa begonnen is. Bergamo. Je voelde daar in die stad het trauma nog in de lucht hangen. Hè. Je moet je dat inbeelden. Ik heb onlangs de cijfers gevraagd. Van 7000 mensen zijn gestorven in Bergamo. Dat is vergelijkbaar met wat in België en Nederland in een heel land gebeurd is. Ja. Was je welkom daar? Ja, waren mensen blij dat je dit deed? Absoluut. Ja? Ik ben daar mensen tegengekomen die mij wouden ontmoeten, die een Facebookgroep hebben opgericht. Noi denunceremo, heet dat. Wij klagen aan. Eigenlijk wou ze zeggen, wij stellen vragen. Wij willen weten wat hier is fout gelopen. Waarom? En dat het ook nooit meer zou kunnen gebeuren. En ja, bon, een bezoek aan het kerkhof bijvoorbeeld. Je moet je dat inbeelden. Je hebt dus graven. Om de zoveel maand zou daar iemand liggen. Nu was dat een rijen van graven van mensen die binnen de weken zijn gestorven. Dat deed me denken aan kerkhoven in Syrië. Hè. Dat is ook rijen lang. Ja. Dus ja, ik vond dit heel, heel pakkend, toch? Ja. En wat hoop je te laten zien? Wat schieten we ermee op? Voor mij het virus, we moeten erover nadenken. Een virus is iets dat ons ziek maakt, ons lichaam. Maar eigenlijk maakt dit virus ook de economie ziek. Zwakke bedrijven gaan eruit. Mm-hmm. Het maakt ook... God ja, het maakt ook onze toekomst ziek. Het maakt ook de natuur ziek. En wat mij vooral ook wel getroffen heeft, en dat zal u misschien dan aanbelangen, is dat ik ben op bezoek gegaan bij een gletsjer, met een glacioloog die al tientallen jaren de gletsjers bestudeert in de Alpen, bij Davos. Mm-hmm.
En je kon daar zien, de Morteraj Gletscher, misschien dat je het vanuit de ruimte perfect kunt zien, is in, laten we zeggen, 100 jaar tijd is die tientallen kilometers opgeschoven. Je staat er op een plek waar normaal tientallen meters ijs boven je hoofd zijn. Je kan het niet beter aanvoelen. En die man zei me, en dat was voor mij een eye-opener, dit is corona in slow motion. Ja. En voor corona en ziekte kunnen we... Alle vliegtuigen staan aan de grond, alles gaat stil. En voor dit... Is dat ook wat jij bedoelt? Weet je, al jarenlang zeg je eigenlijk, vanuit de ruimte zag ik hoe ongelooflijk kwetsbaar onze planeet is. En we hebben geen planeet B. Nee, dat klopt. En dat is een heel langzaam proces wat we inderdaad vanuit de ruimte heel goed kunnen meten met satellieten. Onder andere het verdwijnen van die gletsjers natuurlijk. En dat heeft op de lange duur enorme desastreuze effecten voor de planeet. Ook voor onszelf, vanzelfsprekend. Maar ja, dat is een heel langzaam proces. Dit is snel, dus mensen zijn... iets meer geneigd om toch actie te ondernemen. Niet snel genoeg nou ja, altijd. Het is nu, hè? Maar ja. Het verdwijnen, de opwarming van de planeet... is een veel trager proces. En dat is heel moeilijk om mensen zich daarvan te overtuigen. Maar ik heb wel het idee dat dit coronavirus daar wel aan bijdraagt. Nou, aan die bewustwording. Ja, wat er wel gebeurt, omdat er komen steeds meer mensen bij op deze planeet. 200.000 mensen per dag. En die willen allemaal, produceren, energie enzovoort, transport. En het gevolg daarvan is dat we steeds meer de aarde opgebruiken, maar steeds dichter bij de natuur komen. En dan krijg je ook die problemen met die ziektes die uit de natuur komen. En dat zie je ook steeds meer. En we komen steeds meer in conflict met de natuur om ons heen. Wat ik vooral de eye-opener was, is ook dat we nu misschien gaan luisteren. We hebben geleerd om te luisteren naar experten. In deze crisis hebben we geleerd dat we niet alleen maar moeten met elkaar gaan kibbelen en politieke ruzietjes, kleine crisetjes oplossen. Nee, we moeten naar de fundamentele problemen waar we mee te kampen krijgen. We moeten daar naartoe gaan. En misschien dat men nu meer gaat luisteren naar de mensen die weten waar het om draait. Met voortschrijdend inzicht. Maar dat is juist waar we hadden het net al even over dat in heel Europa er ook groepen zijn die enorm in verzet komen. Omdat de experts het in dit geval ook niet weten. Ja. Dat het ook nieuw is. Maar dat vind ik een valse discussie. Dat is wat wetenschap is. Wetenschap betekent dat je iets moet verifiëren. Dat je het moet blijven controleren. Dat je die moet kunnen voorspellen. Als het niet klopt, ga je weer corrigeren. Je bent altijd aan het twijfelen. Het enige waar we ons vast aan kunnen houden, is die wetenschap. Dat is het enige wat feitelijk onderzocht wordt, waar je bewijzen voor hebt. Al het andere is onderbuikgevoel. Dat was vroeger al zo. Mensen haalden de gekste dingen erbij om te verklaren waar een pestepidemie vandaan kwam enzovoort. En dat is het enige waar we ons vast kunnen houden. Hetzelfde als met het verdwijnen van die kletsjes als voorbeeld, is meten. En daar je conclusies uit trekken. En constant bijschaven. Ook als media. Want eigenlijk die discussie tussen die wetenschappers... die mensen die kunnen samen in een zaal perfect discussiëren en weten van... Maar wij media zitten die kloven uit te diepen. Wij hangen af van het zoveelste ruzietje dat we even gaan opkloppen. Terwijl dat een beeld geeft bij de mensen... Mm-hmm. Dat van, kijk, oei, ze weten het zelf niet. Nee, je moet in alle eerlijkheid en nederigheid kunnen zeggen... we zijn op zoek. En dit is een pad dat we allemaal samen moeten gaan doen. Jij bent van huis uit historicus. Ja. Hoe denk jij dat corona de geschiedenisboeken ingaat? Oh, ik wou dat ik in een glazen bol kon gaan zitten even om te kijken. Het boeiende maar voor ben mij... je hoopvol gestemd? Ja. Weet je, ik ben ook veel historische verhalen gaan zoeken in die zoektocht. Hè. In de middeleeuwen was er de pest. Na de pest is de renaissance gekomen. Het grootste moment van bloei, wetenschap en cultuur die er gekomen is. Dus ik heb alle hoop daarin. En als ik in Verona rondliep, die prachtige arena van de Romeinen, een wereldwonder, daar hebben de mensen die daar normaal de opera's maken, hadden nu allemaal kleine podia gemaakt waar ze met honderden toch zouden kunnen zingen. Ja, dat was een ongelooflijk emotioneel moment, vond ik. Je bent ook in Freiburg geweest daar, de jeugd. Zich niet een lost generation voelde? Nee, want dat was een van mijn vrees. Een deel van de vrees is natuurlijk dat dit een generatie is die verloren is. Dit was de Thunberg-generatie, die het ging allemaal veranderen. En nu plots staan ze voor misschien jaren werkloosheid en geen toekomst. Maar ze zeiden nee hoor, wij kunnen 6 maanden verder, nog een jaar verder. Want waar wij mee bezig zijn, dat willen we veranderen. Freiburg is trouwens een heel interessante stad, een experiment. Een groene stad, de meest groene stad, waar
onderzoekers van heel Europa samenkomen in studiecentra om biologische en biodiversiteit en bio-engineering te doen. Ja. Je moet ook een beetje vertrouwen houden in de nieuwe generatie, absoluut. Toch? Ja. Je moet ook niet doemdenken. Hè? Nee, zeker niet. Het antwoord zal wel van hen komen, niet van ons. Nee. Ik heb nog wel één nare mededeling. België is code oranje nu. Ja, dus... maar ik heb een essentiële reis. Ik moet terug straks.